Dit is de Confessions of a Hairstylist podcast. Ik ben Tessa en ben de host van deze haarshow, die vol met inzichten, inspiratie, haartips, haarveils en storytelling zit. Dit heb je nooit eerder gehoord en het is epic. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast: Confessions of a Hairstylist. Ik vind het tijd voor storytelling. Ik heb namelijk een mooie storytime. Um, ik neem deze podcast op nadat ik dus op een verjaardag ben geweest. Ja, op een verjaardag. Wat heeft dat met haar te maken? Nou ja, als hairstylist, uh, tenminste, dat heb ik dus, kijk ik automatisch naar iedereen zijn haar, zijn of haar haar. Het kapsel wat men draagt. Ja, of ik nou wil of niet, dat zit nu eenmaal in me. En uh, het is niet beoordelend. Ik weet dat ik dat ook heb gedaan en dat heel veel mensen dat doen. En dat kapsel, dat is eigenlijk nog genees zo heel belangrijk hoe dat eruit ziet. Het belangrijkste is wat je uitstraalt. En wat je uitstraalt, ja, dat heeft eigenlijk een ripple effect. Ook op je kapsel. Natuurlijk speelt de invloed van hoe je kapsel eruit ziet ook mee. Want ja, als je zo uit bed komt, niks aan je haar doet. Ja, meestal staat dat niet zo heel erg fraai. Als je daar helemaal happy mee bent, dan moet je dat natuurlijk gewoon lekker zo laten. Maar ik ga ervoor om iedereen te laten stralen. Om iedereen weer te gaan laten stralen. Want dat wil jij toch ook? Goed, verder met de storytime. Ik was dus op een verjaardag en um, ja, verjaardagen hebben we de afgelopen paar jaar eigenlijk niet zo heel erg veel gevierd. He, je weet wel, die pandemie die speelde. Ik heb dus sommige mensen, ja, wat dan geen vrienden van mij zijn, die heb ik eigenlijk al een paar jaar niet gezien. Nou ja, iedereen wordt ouder. Ik was dus op een verjaardag, ja, daar waren dus mensen die ik een paar jaar niet had gezien. Over het algemeen was ik gemiddeld wel een van de jongste op die verjaardag en uh, laat ik wel even zeggen: leeftijd maakt echt helemaal niets uit. Het maakt niets uit hoe gezellig een feestje is of weet ik veel wat, of je connect met elkaar maakt niet uit. Leeftijd maakt niet uit. Leeftijd maakt ook niet uit of je kan stralen. Leeftijd maakt helemaal niet uit hoe je kapsel zit. Natuurlijk zijn er wel wat dingen. Naarmate de leeftijd vordert, kun je van bepaalde haarproblemen last krijgen. Maar dat hoeft het niet in de weg te staan. Maar dat hoeft niet in de weg te staan dat jij er stralend uitziet. Want je kunt natuurlijk van alles uitstralen. Je kunt natuurlijk ook, uh, je kunt natuurlijk ook een zachtreinige uitstraling hebben. Je kunt, uh, nou ja, noem maar op. Je kunt een verliefde uitstraling hebben. Ja, je kunt een lekker in je vel zitten uitstraling hebben. Nou, daar gaan we natuurlijk voor, want als je lekker in je vel zit, ja, dan straal je dat ook uit. En je haar kan daar dus een hele belangrijke rol mee spelen. Nou, wat ik heb gezien, ik heb dus geobserveerd. En uh, ja, dat doe ik automatisch. Soms wil ik het ook wel eens niet, maar het gebeurt gewoon. Ik heb geobserveerd naar de kapsels die binnenkwamen. En natuurlijk kijk ik gewoon naar de persoon die binnenkomt, maar ja, ik zie gelijk het geheel, het totaalplaatje. Kapsel, uitstraling, dat is voor mij het totaalplaatje. En wat mij heel erg opviel: ja, mensen zijn ouder geworden, kapsels zijn niet veranderd. Mensen zijn nog steeds niet zo heel erg blij met het kapsel wat ze dragen. En ik heb het hier vooral over dameskapsels. De dames, ja, ze straalden het best wel uit. Wat mij opviel, stuk voor stuk, nou, hun kapsel was ergens blijven hangen in de jaren 80-90. Op zich ook niets mis mee, als je er happy mee bent, prima. Als iemand zegt ja, maar ik ben happy met dit kapsel. Als je het uitstraalt, geloof ik je, anders geloof ik je niet. Het is echt niet zo dat je door de jaren heen iedere keer maar van kapsel moet veranderen. Absoluut niet. Je hoeft ook absoluut niet met trends mee te gaan. Een trend, een haartrend is superleuk, maar 9 van de 10 keer staat het niet bij iemand. Het is wel belangrijk. Dat je je kapsel blijft aanpassen. En met aanpassen bedoel ik bijvoorbeeld. Pas je kapsel aan op je gelaatsvorm. Of op de tint van je huid. Ja, die dingen kunnen veranderen. Je gelaatsvorm, ja, weet je, je schedel kan je natuurlijk niet echt veranderen. Maar het kan wel dat je misschien wat voller eruit gaat zien. Of misschien juist wat slanker in je gezicht. Het kan dat je haar verandert, de dikte van je haar. Je haar kan droger worden, het kan dunner worden. Helaas wordt het meestal niet dikker naarmate je ouder wordt. Je haar kan stijler worden, het kan juist wat meer gaan krullen. Je haar verandert. Eens in de zeven jaar verandert je haar. Dat valt vaak niet heel erg op, maar het verandert wel. Je kleur kan veranderen en je kan wat grijze haren ertussen krijgen. In je gezicht ja, kun je natuurlijk. Ook wat ouder eruit gaan zien. Je kunt wat meer pigmentvlekken krijgen. Je kunt wat meer lachrimpeltjes krijgen. Wat meer kraaienpootjes. Maar ook de kleur van je huid kan ook iets veranderen. Misschien gaat het er iets grauwer uitzien. Er zijn allemaal dingen die veranderen naarmate je ouder wordt. En dat is helemaal niet erg. Ouder worden hoort erbij. Maar het hoeft niet zo te zijn. Dat je er minder uit gaat zien. Dat je minder gaat stralen. Nee, we moeten juist nog meer gaan stralen. Hè? In je jongere jaren, ja, dan straal je vanzelf al een beetje. Ja, als je wat ouder wordt, heb je toch vaak een rugzakje wat je met je meedraagt. Ja, laten we ervoor gaan om meer te gaan stralen. Laten we ervoor gaan om meer te gaan stralen. Nou, wat ik dus heb gezien, om het even zo te zeggen, ik zag echt wel een paar verlopen koppen. Ja, en dat haar, dat zag er ook echt heel erg verlopen uit. Het hoeft niet. En het excuus van: ja, maar joh, ik ben nu toch al ouder en uh, dit bevalt me prima. Sorry, maar dat gaat er bij mij echt niet meer in. En het excuus van: ja, nou ja, joh, ik ben toch al getrouwd. Dat vind ik ook altijd zo'n bijzondere. Reden of excuus. Hè? Ik ben toch al getrouwd. Ik heb toch al kinderen. Bla bla bla. Weet je, je houdt echt jezelf voor de gek. Je wilt toch voor jezelf ook stralen? Als je in de spiegel kijkt, wat zie je dan? Zie je dan een stralend iemand? Of iemand die eigenlijk ja, zichzelf niet aan wil kijken? Ik denk eerder dat tweede. En tuurlijk, we kunnen niet allemaal iedere dag super stralend. Lachend, leuk eruit zien, dat hoeft ook helemaal niet. Dat heb ik ook zeker niet hoor. Maar ik zie wel dat we iets kunnen doen aan dat kapsel. En dat kapsel, dat heeft echt een ripple effect. Het zorgt ervoor dat je mindset iets verandert, dat je meer happy bent met jezelf. En natuurlijk zijn er nog veel meer aspecten wat betreft mindset en goed in je vel zitten. Maar ja, als je in de spiegel kijkt, waar kijk je als eerste naar? Het is meestal je haar. En je kleding. Wat zie jij aan je haar als je in de spiegel kijkt? Zie jij een kapsel waar je tevreden mee bent? Zie jij een kapsel waar je ontevreden mee bent? Of zie jij een kapsel die verlopen koppen met verlepte haren? Ja, het hoeft dus echt niet. Je hoeft dus ook niet te blijven hangen in dat kapsel wat 20 jaar geleden helemaal trend was. Het kan. Het kan. Het was op een zaterdagavond en mijn handen jeukten echt. Het was dat ik mijn schaar niet bij me had. Nee hoor, ik zal echt niet op een verjaardag mijn kapperspullen uit mijn tas halen. Sterker nog, die neem ik echt absoluut niet mee. Maar um, ja. Er zijn zoveel dames waarvan ik graag het haar eens onder handen zou willen no nemen. En weet je, het hoeven nog ineens hele grote veranderingen te zijn. Maar het is eigenlijk het weten. Het weten wat bij jou staat, wat bij jou past en daarop voortborduren. Je kunt echt wel op latere leeftijd wat langer haar hebben. Het is echt niet dat je na een bepaalde leeftijd je haar kort moet knippen. Nee. Ik denk dat ik dat zelf ook nooit zou doen. Maar soms zijn er wat aanpassingen nodig, waardoor jij weer gaat stralen, waardoor jij happy bent met je eigen haar. Ja, leeftijd en je kapsel, daar valt echt nog een hoop in te behalen. Dat heb ik wel gemerkt afgelopen weekend. En dit is geen oordeel? Nee, absoluut niet. Ik heb geobserveerd en ik vertel je wat ik zie. En um, ja, het is echt onwetendheid van hoe je je haar kunt doen, wat het beste bij je past, wat het beste bij je staat, welke haarkleur het mooiste bij jou staat. En dan ga je dat uitstralen. En met My HairSchool, ja, wil ik echt heel veel vrouwen hiermee gaan helpen. Ik hoop dat ik heel veel vrouwen hiermee kan helpen. En eerste stap is het Be Your Own Hairstylist programma. Deze is op dit moment nog in de maak. Wat je wel kunt doen, je kunt je alvast aanmelden. Dus zodra het online gaat of eventueel voor een deel online, nou ja, dan kun je in ieder geval genieten van een early bird korting. Beluister je deze aflevering van mijn podcast echt wat later, ja, dan zou het best zo kunnen zijn dat Be Your Own Hairstylist al online is. Dus waar kun je dat vinden? Nou, uiteraard vind je een linkje, een aanmeldlinkje in de show notes van deze aflevering. Beluister je deze podcast via YouTube of via mijn blog, dan vind je een linkje voor aanmelding in de beschrijving onder deze video. Ik zou het super leuk vinden als je je aanmeldt. Je zit echt nog nergens aan vast. Neem ook een kijkje op myherschool.nl. Ook dat linkje vind je natuurlijk in de show notes. Ik zou het super tof vinden. als je deze podcast zou volgen. Dat kan via Spotify. Uh, je kunt me ook op YouTube volgen. Daar deel ik ook de afleveringen van deze podcast. En helemaal tof. ja, misschien wil je ook een waardering geven. Op Spotify kan dat door middel van. Uh, een aantal sterren geven. Vijf is natuurlijk helemaal top. En op YouTube kun je natuurlijk een duimpje omhoog geven. Voor nu hou ik het even bij deze storytime. Uh, je weet, leeftijd, je kan nog veel meer gaan stralen. Ouder worden, dat hoeft je niet te beperken in het kapsel wat je draagt. En als laatste wil ik deze aflevering afsluiten met een mooie affirmatie wat op dit onderwerp aansluit. Voor deze affirmatie nodig ik je uit om in de spiegel te kijken. Kijk jezelf aan, het liefst kijk jezelf in de ogen en zeg tegen jezelf, ik zie er goed uit. En dat was die alweer. Dank je wel voor het luisteren van deze podcast. Ik zou het super tof vinden als je Confessions of een Hersenlist zou volgen. Wil je mij nog op andere kanalen volgen? Je vindt alle informatie in de show notes.